tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ik ben heel serieus. Ik weet het zeker. Ik wil een abortus. Ze heeft een shock. Mm-hmm, ja, ik weet het. Kom, laten we even gaan zitten. Ik ben niet ziek of zo. Mm-hmm. Ik wil alleen dat Jan terugkomt. En jij bent de enige die me daarmee kan helpen. Petra, het is aan de hand. Rustig maar, Linda. Rustig maar, Linda. Het valt wel mee. Kan ik verder nog iets doen, Simon? Nee, nee, dat hoeft niet. Nou, vertel nou eens. Wat is het nou allemaal met Jan die het huis uitgaat? Hij is al weg. Hij is vertrokken omdat ik weer zwanger ben. Nee, toch? Linda, alsjeblieft, bemoei er even niet mee, ja? Sorry. Probeer eens rustig bij het begin te beginnen. Wat ben je nog laat op, man? Arnie, ik heb je helemaal niet binnen horen komen. Het is al over één, hè? Ik kom alleen maar even goedenacht zeggen. Is het al zo laat? Wanneer ga je slapen? Oh nee, nu nog niet. Ik wil nog even over het een en ander nadenken. Ik kan het beter morgen doen, als je hoofd helder is. Het is dat ik beter weet, maar anders zou ik toch denken dat je probeert me voor te schrijven wat ik moet doen. Ik wil alleen zeggen dat een fles whisky geen oplossing is. Arnie, wat denk je dat je aan het doen bent? Zie je toch? Hou ermee op, niet doen! Want het is voor je eigen bestwil. Oh, mijn god, je lijkt je vader wel. Wat wil je daarmee zeggen? Alles voor me regelen en beslissen. Alsof ik daar zelf niet toe in staat ben. Ik wou dat je begreep dat je alleen maar mijn zoon bent. En niet meer. Ik denk dat ik steeds meer begrijp waarom pa is weggegaan. Jan? Ik zei toch dat hij niet thuis zou zijn? Ik kom niet meer terug ook. Nou, kop op, Petra. Je moet er wel een beetje de moed in houden. Wat Simon zei, het eerste wat we moeten doen is Jan zien te vinden. Maar waar is hij dan? Heb jij een idee? Ik heb iedereen gebeld. Zelfs Ben weet niet waar die is. Jan houdt van je, Petra. Die laat je niet zomaar in de steek. Hij heeft me niet in de steek gelaten. Het is mijn schuld. Ik heb hem ertoe gedwongen. Niet waar. Het is niemands schuld. Hij heeft altijd alles voor mij en Thomas gedaan. Een flat gehuurd waar we eigenlijk geen geld voor hadden. Twee banen om alles te kunnen betalen. En dat terwijl hij alleen maar een minimumloontje kreeg. Ik heb gewoon te veel van hem gevraagd. Ik maak een lekker warm drankje voor je en dan neem je die kalmeringspil die Simon je heeft gegeven. Hij heeft toch gezegd dat hij je zou helpen als je morgen komt? Dat heeft hij echt beloofd, hè? Ja, dat heeft hij echt beloofd. Ik wil Jan terug. Dat is het enige wat ik wil. Ik ben bereid alles te doen. Jan? Oh, Simon. Nee, alles is in orde. Ze gaan zo slapen, dan wacht ik nog even en dan kom ik naar huis. Je hebt je prima gedaan. Ik wacht op je. Dag. Ik neem aan dat alles in orde is? Ja. Ik moet toegeven dat ik wel verrast was. Dat je Linda met Petra mee liet gaan. Het enige wat ik kon doen was haar een kalmeringsmiddel geven. Maar volgens mij had ze meer behoefte aan een goede vriendin. En dat is Linda. Dat meisje zit met een ontzettend schuldgevoel. Het is net alsof ze een keuze moet maken tussen haar tweede kind en haar man. Ken jij die jongen? Ja, natuurlijk. Petra en Jan zijn oude schoolvrienden van Linda. Ze zijn echt een hele goede gozer, een leuke jongen. Maar ja, wat is het hem nou juist? Ze zijn veel te jong. Ze kunnen die verantwoordelijkheid nog lang niet aan. Dus zoals het nu ligt, komt het er eigenlijk op neer of jij je medewerking wil verlenen aan die abortus? Ja.
Oh, dat kan voor mij zijn. Ik heb je nummer doorgegeven aan het ziekenhuis voor spoedgevallen. Ja, hallo, met Simon Dekker. Ogenblikje. Dus voor jou, je hebt gelijk. Met dokter Lefevre? Hé, Tom! Hoe kom jij aan dit nummer? Ik had gezegd alleen voor spoedgevallen. Waar zit je? In welk hotel? Oh god, doe maar chic zeg. Nee, dat weet ik nog niet precies. Nee, nee, bel me morgen maar. Ja. Oké. Okay. Dag schat. Goed. Terug naar Petra. Wie was dat? Dat was privé, dat gaat jou niets aan. Oh? En als ik nu eens zeg dat ik ongehoord nieuwsgierig ben, intrigeert mij namelijk dat de vrouw waar ik mee uitga mijn telefoonnummer aan haar andere vriendjes geeft. Dat is een rotopmerking, Simon. Ja, dat zal wel. Maar hoeveel andere vriendjes heb je eigenlijk? Een hele hoop. Maar niet één die me op een dergelijke manier ondervraagt. Zo'n rare vraag was het anders niet. En op de hoeveelste plaats sta ik eigenlijk op die lijst van jou? Oké, doe niet zo flauw. Ik wilde het alleen maar weten. Aan dat soort weten heb ik totaal geen behoefte. Zodra je mij als wat anders kunt zien dan puur als je privé bezit, bel dan nog maar eens op. Wat rottig van Peter en Jan. Als iemand hem kan vinden, zijn Peter en ik het wel. Trouwens, van die baan, dat is goed nieuws, zeg. Ja, wat ik ervan hoor, klinkt goed. Ja, het gesprek heb ik vanochtend. Receptioniste, denk je daarvan? Nee, het is een klein bedrijf, het heet Sports Unlimited. Nou, dat klinkt goed. Hey, ik zie je om 1 uur in de koffieshop, oké? Hou van je. Goedemorgen, man. Ik ben blij dat je er zo over denkt. Dat was Linda, man. Het lijkt erop dat ze een baantje heeft. Zoiets had ik al begrepen. En jij hebt om 1 uur een afspraak met haar? Ja, we kunnen het vieren als het gesprek... Dat is dan dus weer een schooldag die verloren gaat. Nou in, neem ik eens een dagje vrij. Ik zal vanmiddag toch met Peter ergens heen gaan. Arnie, Peter en Linda zitten niet meer op school. Jij wel. Jij kan het je niet veroorloven om een hele dag met ze rond te hangen. Dat gaat ten koste van je opleiding. Mam, ik had het beste rapport van de hele klas. Als ik eens een dagje vrij wil nemen, kan dat best. Oh ja, ik was het even vergeten. Mijn mening telt niet meer, sinds iedereen ervan overtuigd is dat ik op het randje van alcoholisme balanceer. Ik had het nog over gisteravond willen hebben, man. Je bent duidelijk genoeg geweest. Er is nog een fles whisky in de kast, als je die ook leeg wil gooien. Hé, mam, ik maakte me zorgen, dat is alles. Ik heb trouwens nooit gezegd dat je een alcoholiste was. Jongetje, wat zul jij geleden hebben? Al die vrienden van je die al wekenlang fluisteren. Arnie's moeder drinkt! Arnie's moeder drinkt! Hé, mam, hou op! Oké, ik heb misschien wat overdreven. Sorry. Dat had ik niet moeten doen. Maar laten we dan 1 ding afspreken. Ik wil niet dat er op die manier naar mij gekeken wordt, elke keer als ik besluit om een borrel te nemen. Oké, mam, ik heb toch gezegd dat het me spijt? Dan wil ik ook wat aan jou vragen. Wat? Dat je niet zo doorgaat met zeuren over school. Mam, dat zijn mijn zaken en daar heb je niet mee te bemoeien. Ja, maar dat kun je... Mam, hou op! Ik ga Peter halen voor het ontbijt. De ziekenraad? Hoe zei je dat die zaken heten? Sports Unlimited. Het zal wel een nieuw bedrijf zijn, want ik kan ze niet vinden in het telefoonboek. Ja, ja. Ik mag zo hopen dat ik krijg die baan. Het is een rot gevoel om zonder werk te zitten. Op een gegeven moment voel je helemaal nutteloos. Domme. Wat is er? Ah, ik word gek van dat ding. Een andere broodrooster hebben. Dat heb ik weken geleden al gezegd. Ik moet er vandoor. Zie je Petra nog? Het hangt van haar af, toch? Nou, ik maak me zorgen om haar. Wat zei Brigitte? Brigitte die werd gebeld en was vertrokken voordat ze haar beroepsmatige opinie kon geven. Nou ja, ik heb Arnie verteld van Petra. En hij en Peter gaan Jan zoeken. Linda, nou moet je eens een keertje heel goed naar me luisteren, ja? Petra is mijn patiënt. En mijn beroepsethiek verplicht mij tot geheimhouding. Dus ik verwacht van jou ook dat jij je grote mond eens een keertje dicht houdt en niet alles onderzoekt. Ja, verdomme! Ik haat mijn brandende toast. Wat is er met jou vanochtend? Niets bijzonders. Deze twee zijn belangrijk. Jouw efficiëntie maakt me wel eens bang, weet je dat? Wordt allemaal bij de baan. Bedankt voor het mooie cadeau dat ik vanochtend op mijn bureau vond.
Ik hoor natuurlijk te zeggen, je had het niet moeten doen, maar dat klopt niet helemaal met mijn karakter. Ik wou je gewoon laten merken dat het me speet van het weekend. Ik kon mijn ogen gewoon niet geloven toen ik vanochtend aan het bos begon. Nou, je moet het ook niet overdrijven. Het ging om het gebaar. Alleen een man die verliefd is, kan een gouden armband een gebaar noemen. Een gouden armband? Ik heb bloemen laten neerzetten. Ja, die heb ik natuurlijk ook gezien, maar... Rien. Hé? Die gouden armband is natuurlijk van Rien. Je weet toch hoe die achter me aan zit? Het is echt weer iets voor hem om zoiets belachelijks te doen. Die vuile kleine rat. Breng hem hier en geef onderweg dat ding aan hem terug. Wat ben je van plan? Nou, deze keer is hij echt te ver gegaan, hè? Ligt eruit. Hier is wat typewerk, adres op enveloppen en dat soort dingen. Maar ik ben er zeker van dat jij daar geen moeite mee zult hebben. Wat is dit precies voor bedrijf? Dit is een distributeur voor tijdschriften. Oh ja, er is één regel waar ik op sta als hier een hoeveelheid tijdschriften binnenkomt. Dat ik die persoonlijk uitpak. Hè? Dus geen doos, pakket mag hier geopend worden, ook niet door jou. Op die manier raken er geen dingen zoek. Oké, ik begrijp het. Nou, dan kunt u aan het werk, juffrouw Dekker. Meneer van Straten, betekent dat ik meteen moet beginnen? Ja, natuurlijk. Ik dacht dat dat duidelijk was. Je kunt even naar huis bellen als je dat wilt. Annette, ik heb die baan. Ja, geweldig, hè? Ja, het van Straten, het is wel een lief man. Maar als hij nog één keer die hand op mijn schouder legt, dan ga ik gillen, denk ik. Arnie, wat doe jij hier nou? Kom maar even kijken of je bent aangenomen. Ja, ik ben aangenomen, maar ik kan het ook zo weer kwijt zijn. We hadden toch om 1 uur afgesproken? Wel, maar ik dacht, ik kom uit... Arnie, wat denk je dat mijn baas ervan vindt dat ik hier mijn tijd sta te verkletsen met een schooljongetje? Linda. Arnie, alsjeblieft. Oké, ik ga al. Ik zie je om 1 uur. Annette? Nou, Rien, heb jij die armband er dan neergelegd of niet? Ja, meneer. Stefanie heeft een klacht ingediend en ik ben bang dat ik geen andere keuze... Meneer Alberts, voordat u iets zegt waar we allebei spijt van hebben, wil ik u graag het een en ander uitleggen. Nou, ik denk dat het daar te laat voor is, jongeman. Ik denk dat we het afgelopen weekend allemaal het slachtoffer zijn geworden van verkeerd ingeschatte omstandigheden. De armband was bedoeld als een soort verontschuldiging. Ik weet dat u kwaad bent, u zit vast onder druk de laatste tijd. Oh ja? Ik weet dat uw reputatie van grote waarde is voor dit bedrijf. Stelt u nou eens voor dat uw nieuwe leven opeens algemeen bekend zou worden. Ik bedoel maar, in dat geval sta ik voor de volle 100% achter u. Ja, ik begrijp het. En ik hoop dat u de afgelopen dagen als een vervelende vergissing zou willen zien. Ik bedoel, zo erg was het toch ook weer niet. Dan moet jij eens even heel erg goed naar mij luisteren, jongeman. Laura. Goedemorgen, schat. Dag, Rien. Mevrouw Alberts. Ik spreek jou straks nog wel. Wat kom jij hier doen? Twee redenen. Ten eerste, de automatische overboekingen lopen nog steeds via jouw rekening. En ten tweede, wij gaan samen lunchen. Lunchen? Of jij dat nou leuk vindt of niet. Nou, dat is prima. Fijn, dank u. Zo. Dag, dokter. Tot ziens. Tot ziens, meneer Krijvanger. Tot over 3 weken. Hoi. Ja, hallo. Zie je. Ik was echt van plan te bellen. Nou, dat heb ik je dan bespaard. Mijn beurt om als eerste mijn excuses te maken, oké? Oké. Goed. Nou, daar gaan we dan. Ik heb overdreven, ik heb je voor het blok gezet. Ik heb er spijt van, mijn excuses. Geaccepteerd. Maar alleen als ik voor vanavond een restaurant mag bespreken. Ik heb al een afspraak met Tom. Ja, ik heb niets met hem. Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik begrijp er niks meer van. Ik bied je mijn verontschuldigingen aan voor de manier waarop ik weg ben gegaan, niet voor wat ik gezegd heb. Ik ben niet in staat mijn hals over kop in een relatie te storten, behalve als ik voor mezelf heel zeker weet dat het serieus is. Ja. Mocht je toch nog geïnteresseerd zijn, bel me dan over een paar dagen. Dan heb ik weer wat meer tijd. Sports Unlimited? Ja. Pakketje. Papiertje is een beetje gescheurd. Sorry, schat.
En even wil tekenen. Leuke business zit je in. Zo? Lekker handeltje. Mevrouw Dekker. Ik heb u toch gezegd dat u niet mocht uitpakken? Dat heb ik niet gedaan. De verpakking was al stuk toen het afgegeven was. Tijdschriften, meneer Verstraeten. Porno. Je had hier een prachtbaan kunnen hebben. Dan zal ik u eens wat zeggen. U bent een vies mannetje. Als ik jou was, zou ik maar snel weggaan voordat Robert terugkomt. Ik denk dat meneer Alberts en ik geen meningsverschil meer hebben. Volgens mij heb jij last van pure zelfmoordneigingen. Ik heb nog geen antwoord. Of je mee gaat lunchen. Ik heb geen honger. Ik begrijp best dat het je niet zint dat mevrouw Alberts er is, maar ik ben bang dat je eraan moet wennen. Nee hoor, Rien. Zeg, waarom ga jij niet lekker even buiten spelen? Dan kan ik tenminste deze spoedklus voor Daniel nog afmaken. Je onderschat me. Reken er maar op dat ik hier een glansrijke carrière ga maken. Jongen, je bent nu al de pias van het bedrijf. Maak het nou niet nog erger. En blijf in godsnaam bij mij uit de buurt. Vergeleken met Robert ben je absoluut geen partij voor me. Laat ik nou andere conclusies trekken uit vanochtend. Je bedoelt die armband? Dat verandert helemaal niets, Rien. Maar ik neem het toch niet terug? Oh, maar dat was ik ook helemaal niet van plan. Ik zei alleen maar dat het niets zou veranderen. Ik heb hem gewoon recht in het gezicht uitgelachen en toen ben ik vertrokken. En dat geloof je toch niet? Heb ik eindelijk een baantje gevonden, blijk ik midden in de pornohandel te zitten. Dat je uitzendbureau je niet gewaarschuwd heeft. En ik heb ze gebeld, maar ze wisten er niks van. Zo. Nee, je bent niet meer zo vaak op school, hè, Arnie? Nee, dat nou, Mirjam. Je gaat er toch niet ook af, hè? Nee hoor, die kun je er niet over. Gelukkig. De meesten kunnen niet eens een baan vinden. Jij bent toch geslaagd, Mirjam? Nee. Weet je, ik ben zo bang hè, dat ze deze tent ook gaan sluiten. We hebben de laatste maand niet eens genoeg omzet gemaakt om mijn eigen loon te kunnen betalen. Vind je het erg? Ik was even met Arnie in gesprek. Oh, ga. Ga vanmiddag met Peter mee, hè? Nou, ik zou wel willen, maar ik denk dat Peter en Peter ook blijven. Maar Simon houdt er toch in de gaten. En Peter heeft elke morele steun nodig die hij krijgen kan. Als die makelaar ons verder kan helpen, staan we misschien vanmiddag al oog in oog met Peters echte moeder. Oké, ik ga mee. Ik heb de afgelopen week 2 etentjes en een feestje af moeten zeggen. Iedereen denkt dat we kluizenaars zijn geworden. Het is wel een beetje raar voor mij, hè, dat ik tegen onze vrienden moet zeggen dat mijn echtgenoot niet meer beschikbaar is voor sociale aangelegenheden. Laura, ik heb absoluut geen zin en geen tijd om naar al die onzin van jou te luisteren. Ik heb een drukke baan. Ik dacht dat je het zo wou. Stefanie zei, laten we ons allemaal als beschaafde mensen gedragen. Nou, ik zit hier toch heel beschaafd te zijn. Ja, wees maar niet bang. Stefanie komt niet meer bij je langs. Prettig voor je dat ze naar je luistert. Nou, zoals ik al zei, ik heb het druk. Ik maak me zorgen om Arnie. Arnie? Hij gaat de laatste tijd bijna niet meer naar school en hij gedraagt zich als een schooier. Het lichtje. Oh ja? Hoe weet jij dat nou? Je hebt hem de laatste tijd helemaal niet meer gesproken. Nou, ik zal die van Zijverde, zijn rector, wel even aanspreken. Die zie ik toch op de rotary. Maar ik waarschuw jou, Laura. Gebruik Arnie niet in de strijd tegen mij. Dat pik ik niet en dat weet je heel goed. Daar kwam ik ook helemaal niet voor. Ik kwam om de scheiding te regelen. Ja, ja. Ik ga op 1 voorwaarde akkoord. En als je dat wil, dan ben je over een paar weken een vrij man. En wat is die voorwaarde? Ik wil het huis. Met alles toch op en eraan. Dat is toch mogelijk? Dat slaat toch nergens op? Dat is onmogelijk. Het is helemaal niet onmogelijk. Jij wil Stefanie toch hebben? Nou prima. En dan wil ik het huis. Bereid jij je er maar op voor dat dit nog wel eens een lang gevecht kan worden. Daarom gaat Jan met die boot mee. Om die tweede baby. Hij kan de verantwoordelijkheid gewoon niet aan. Het lijkt me dat Jan en jij een heleboel problemen hebben. En dat die zwangerschap van jou er maar één van is.
Ja, maar... En al die lange dagen die Jan heeft moeten maken, dan hou je toch geen enkel sociaal leven over? En ook nog die forse schulden. Ik begrijp het niet, jullie zijn geen 16 meer. Dat is ongeveer het enige wat ik hoor sinds we getrouwd zijn. Dan begrijp je me verkeerd. Kijk, Petra, ik heb altijd in jullie huwelijk geloofd. En ik weet dat ondanks alles jullie heel veel van elkaar houden. Maar op dit moment denk ik dat jullie eerder een relatietherapeut en een dokter nodig hebben. Probeer me niet te zeggen dat je me niet wil helpen met een abortus. Als je mijn mening vraagt, vind ik dat we eerst naar andere oplossingen moeten zoeken. Dat lijkt me wel duidelijk, ja. En? Wat wou ze? Jezus, mag ik even mijn jas uittrekken? Als een ellendige... Stefanie. Robert, als jouw echtgenote hier zomaar binnenwandelt en je meeneemt naar een restaurant, dan mag ik toch wel weten wat er aan de hand is. Nou, als je me nou even de kans geeft, dan kan ik dat op mijn gemak uit... Wat wil jij nou weer, verdomme? U zei net nog dat u me wilde spreken. Ja, blijf uit de buurt van Stefanie en haal geen rare streken uit, dan geef ik je nog één laatste kans. Het spijt me dat ik vervelend tegen je ben geweest, Stefanie. Hartelijk dank, meneer Doel. Ja, ja, ga nog maar. Ik dacht dat je hem eruit zou gooien. Ja, dat komt nog wel. Zolang hij hier is, houdt hij in elk geval zijn mond dicht tegen Stennis over die scheiding. Dat heeft hij me verdomd duidelijk gemaakt. Hij moet nog maar even blijven. Nou, hij heeft je wel in een fikse hout gegrepen, Robert. Net zoals Laura, vermoed ik. Voor jouw informatie, Laura stemt toe in een scheiding. Oh, en wat is het addertje onder het gras? Ze willen alleen het huis, dat is alles. Dat is alles? Mijn hemel, ze gaat wel ver, hè? Ja, wat maakt het nou uit? Ze wil te veel, dat maakt het uit. Gaat het daar dan allemaal om? Ik hou ontzettend veel van je, Robert. Maar van liefde alleen kan je niet leven. Wat we weten is dat die mevrouw van Boerkom eens met Peter te maken had voordat familie Kelder hem heeft geadopteerd. Als zij Peters echte moeder niet is, weet ze misschien niet wel eens. Ja, ik vind het maar eng hoor, dat gevroet in iemands verleden. Ja, daar heeft Peter ook last van. Maar hij moet ermee doorgaan, dat weet hij zelf ook. Als hij klaar is met douchen gaan we. Nou, het is in ieder geval weer wat anders om je middag door te brengen. Ja, maar jij bent je baan kwijt en niks bij, dus dat kan er ook nog wel bij. Peter kan zo binnenkomen. Nee, joh, ik sta nog onder de douche. Dag mevrouw Albert. Dag Linda. Ik dacht dat jij moest werken. Ja, dat dacht ik ook, maar het liep mis. Nou, er komt wel weer een kans. Ik moet me even omkleden. Arnie, schenk jij wat voor me in? Doodziek word ik ervan. Waarvan? Er staat altijd wel iemand om de hoek. Mijn moeder, je broer, Peter. We zijn nooit meer alleen. Ja, ik vind het ook heel vervelend, maar wat kunnen we er nou aan doen? De achterbank van een auto, dat is toch ook niks voor ons? Ja, dat bedoel ik ook niet. Zullen we een weekendje weggaan? Kan ik tegen Simon zeggen dat ik bij Annette blijf? En jij zegt tegen mijn moeder. Allemaal leugens. Net kleine kinderen die iets stiekem gaan doen. We hebben wel dezelfde plichten als volwassenen, maar nooit dezelfde rechten. Ik word er toch gek van? Er is maar één oplossing, die ga ik nu met mijn moeder regelen. Wat ga je regelen? Dat je bij ons intrekt, Linda. We gaan samenwonen.